mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. Zoals jullie zien sta ik nog in een helemaal leeg stadion, want we zijn 2 uur voor de aftrap van PSV FC Utrecht. En ik ga voor het eerst in meer dan 1,5 jaar tijd een matchday video maken. Het stadion is nog leeg, maar er gebeurt al een hele hoop en dat gaan we vandaag allemaal bekijken. Wat misschien heel veel mensen niet weten en wat wel eigenlijk best wel grappig is, tenminste ik vond het best wel grappig. Spelers komen echt 3-4 uur voor de wedstrijd al naar het stadion toe, daar verzamelen ze zich zeg maar. Dan gaan ze met de bus van het stadion naar de hertgang, eten ze, wedstrijdbespreking, al die shit. En dan komen ze vervolgens weer met de bus terug hier naartoe en dat is waar wij ook natuurlijk nu naartoe gaan. Ongeveer 1,5 uur voor de wedstrijd komen ze aan in het stadion en wij gaan ze even opwachten. Dit is dan ook gelijk de weg die de spelers afleggen van de bus richting de kleedkamer. En zo 10 minuten later komen de spelers van FC Utrecht dan ook binnen, die dan door die geweldige gang moeten waar ze al die prijzen kunnen zien die PSV gewonnen heeft. Inmiddels 3 kwartier voor de wedstrijd en zoals jullie achter mij zien wordt vooral langzaam gewarming up door de keepers. We zagen net de bus aankomen, de spelers hebben zich omgekleed en we komen echt heel dicht tot aan de wedstrijd. Ook het stadion vult zich al heel langzaam achter mij. Zit je ook wel eens in het stadion? Laat me dat even weten hier beneden. Ik ben heel benieuwd waar jullie zitten. En wij gaan weer naar beneden toe. Richting de spelers, richting de warming-up. Wat ik mezelf voor vandaag nog afvroeg, als de warming-up begint, de keepers komen altijd eerst naar buiten en echt pas een kwartier later de spelers. Dus ik heb even net rondgevraagd waarom dit was. Maar de reden is dus dat keepers ook eerder naar binnen gaan omdat ze zich dus veel meer moeten omkleden. Wat eigenlijk wel logisch is, maar zo heb ik er nooit bij nagedacht. Maar achter mij zien jullie de warming-up. Ook zijn de mensen die mee het veld op mogen lopen aanwezig. Er zijn heel veel mensen aan het filmen, net zoals ik zelf ook. En er staan natuurlijk ook heel veel mensen hier langs de lijn die nog even iets willen oppikken van een van de spelers. Show us what you got when the motherfucking beat drops. Je ziet dat het stadion weer vol zit. De spelers zijn inmiddels naar binnen. De wedstrijd gaat nu echt beginnen. Over 10 minuten, een kwartiertje, gaan we beginnen. De opstelling is inmiddels ook bekend. De mannen hierachter zijn klaar voor de wedstrijd.
back to the first vlog against with Easy. What's your feeling after the game? Amazing feelings. Yes. Yeah, it was a nice feeling. What did you thought about the bicycle kick from Luke de Jong when he scored? What was your reaction? Yeah, what did you say to him? I say it's Luke van Basten. Just good goal. Really nice. I'm happy because after Steve makes good goal too. Mm-hmm. But he goal, he makes some good action, but he don't want to celebrate because it is our club. Of course. But normally you also make bicycle kicks like Luke does on training, right? Luke my rug and it's not possible for me. Oh, okay. Next time I want a bicycle kick from you. Yeah. I still focus on my job. Okay. Yeah, you did a great job. Zero goals against you, so that's nice. And maybe you heard it. For the first time this season, the supporters were screaming, champions, kampioenen. Did you hear it? What do you think about it? I was focused on the game, so I don't hear so much. But do everything for En na de wedstrijd zijn er in de catacomben natuurlijk nog veel meer interviews. Onder meer met Luc de Jong na zijn geweldige doelpunt van afgelopen weekend. Luc, heb je ooit zo'n mooi doelpunt gemaakt? Nee, ik heb wel eens eerder al gescoord. Wel met Twente en de hoop. Dus dat kraken allemaal. Deze vond ik toch iets mooier. Het zit erop voor vandaag. Zoals jullie misschien kunnen horen achter mij, het feestje. Dat is hier nog lang niet afgelopen zoals het hoort. Aanstaande zaterdag is de wedstrijd uit tegen Willem II. En dan komt dat kampioenschap toch stiekem wel iets dichterbij. We mogen er niet over praten, maar stiekem doe ik het dan toch. En wie weet wat het nog allemaal gaat brengen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ook van de wedstrijd natuurlijk afgelopen zaterdag. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer terug. Ciao, ciao.